Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een van de gekste collabs doen die er bestaat. De echte OG's, de echte mensen die mij volgen van helemaal in het begin, die weten dat deze collab altijd gek is, altijd. Ik heb nog geen één keer deze collab gedaan zonder dat die gek was. Ik ga video opnemen vandaag met Liam. Liam de big man, de biggest teenager in Belgium. En met Piotr. Ik weet niet of jullie Piotr kennen. Piotr is de man die 300 deadlift. Toch wel bij een van de sterkste tieners, dus snap je? Die collabs zijn altijd gek, man. Die zijn altijd gek. Ik heb nu al 3 video's gemaakt met Liam. Er is er nog geen eentje die geen banger was. Dus jullie gaan het meemaken vandaag, man. Jullie gaan het meemaken. We gaan vandaag naar Strengthhouse in Brugge. Ik ben daar nu bijna. Ik heb even aan de kant gezet, nog even intro opnemen. Ik kan jullie zeggen, de gekste gym van België. De gekste combination van België. En de gekste hype van België. Man, jullie gaan het zien, man. Ik ga die video van een jaar geleden dat ik met Liam heb gemaakt en die van vandaag naast elkaar zetten. Dan gaan jullie het verschil zien, man. Ik ben zelf ook benieuwd, man. Ik heb Liam de laatste keer gezien op de meetup met Wart. Ik weet niet of jullie die video hebben gecheckt. Ik ga die anders hier even checken. We regelen altijd. En dan lukt dat net niet. Of dan lukt dat bij hem wel, bij mij niet. Of omgekeerd. Maar vandaag is de dag dat we... Ik heb een uur en een half gereden. We zijn er. In Strengthhouse in Brugge, man. Grootste, misschien wel beste gym van België. We gaan die ook even raten vandaag. Dus get it. Ik ga jullie meenemen, man. Joejoe. Zoals jullie zien, we zijn er, man. Strengthhouse. Nu is het wachten op die twee dikke reuzen. Om even een sessie te knallen, man. We gaan op ze wachten, man. Want ze zijn weer te laat. Die Liam en die Piotr. Let's get it. Joejoe. Oh, hey. Verboden, hè? Come silence. Back again. Stel u eens even voor. Wie zijn jullie? Ik ben Pieter. Ik deadlift 7 plaatsen. Ik ben Liam de Jim. Toekomstige Natural Mr. Olympia. Of niet? Of niet? Wow, yo. Hey, groot, man. Professional dingen. Nu zijn we echt twins. Hetzelfde outfit. Kijk hun. Ze komen hier, hetzelfde outfit. Straks pump reveal. Kijk of we dan nog hetzelfde zijn. Oh. Ik heb geen geld meer voor de camera. Ik moet naar 3 dingen. Ja, ik moet daar kijken. Vandaag, over de vierkant 2. Met Kobus Elans. Dan moet je hoe snuiven. Kom in meegaan. Oh, nu. Waarom niet staan? Bij jou moet ik Engels praten ook. Ik moet Engels en Nederlands door elkaar. Today we're going to take some pre-workout. Vandaag nemen we pre-workout. Moet ik zo net zoiets doen, man? Kijk hoe klein je lijkt naast de vraag. Waar je ook nog van komt. Nou, ik Engels blijf, kijk, zo ben ik ook groot. Snap je? Zo ben ik klein. Ja. Hey, check dit. Waar je Koek nummer 2. Oh, je wordt echt geoverdosed. Je wordt echt geoverdosed. Eén scoop. 1 scoop. Kijk, dus dit is de potion van vandaag. 4 scoops totaal. 4, maar jij bent echt een dag. Ja, doe wat we gaan doen. Dit moet je ook nemen als je echt goede pump wilt. Dus ik sta geen. Neem het even voor de camera, anders. Ja, sta zo schuin en doe alsof je dat zo wil. Hap. Uit. Klaar. Ja. Je gaat zien. Je doet die pre-workoutje drinken. De chestpump gaat groter zijn dan alle dames in de omgeving. Let's get it. Joejoe. Let's get it, man. Er zijn aparte ruimtes voor aparte spiergroepen. Allee, wow, aparte. Er zijn aparte ruimtes voor elke spiergroep. Daar is chest, daar is back, er is van alles. En legs ook. Schikke gym hier, man. Crazy, man. Time to get that pump. Liam be gym. Check Peppy en Kokkie hier met dezelfde pul. No, the book. Come on, man. We hebben nog een camera. Precies, wit en nieuws. Ja.
zien het altijd in heavy set. Dan gewoon rustig. Laag het gewicht, hoge rips. Zoiets. En dan pushen we die shit, man. Pumpcatcher, makkelijk. Easy. Maar vandaag, die headset gaat uit. Headset gaat uit. Ik ben die motor. Huh? Meme oefening, check dit. Yeah. Yeah. Wat zie ik? Nooch. 100 kilo, hè? Kijk deze plates, man. Damn. De droom van elke gymrat. Ja, man. For real. Wat een geluid ook. Mm. Ja, man. De plates, The plates, she told you not to worry about. Die basic plate. Ja, inderdaad. Mm. Mm. Daarom zijn we solo. Ja. Nee, het was fucked up. Sowieso op cycle, wat zie ik, joh. What the hell? Ai, we gaan nu supersetten. We gaan die. Snap je? Die fly supersetten met die, die andere chest press met cables. Ai, we gaan het zien. Oh, boom, oh. Big bobs. Kijk deze, kijk in ons beeld. Twee cosmonutrition atleten in één gym. UV's. Yeah.
Ja, we zijn er. Een beetje gebulkt. Een beetje gechapt. Nu durf ik mezelf niet meer uitkleden. Crazy, crazy. Volgende oefening. Bicep. Beetje raar, man. Ik ga die gewoon staan. Oké. Foto staan. Foto staand? Huh? Vraagteken. Samen douchen? Huh? Vraagteken. Wat? Wanneer? Inderdaad, broeder. Humble blijven, maar ook. Ja. Hey, Piotr. Hij is op TikTok tijdens zijn sets, man. Why, yo, hij is op TikTok. Enkel lightweight. Enkel 24. Nee, 25. Ojo. Wat raak je? Overwinning op stage? Ik trek mijn volgende cycle. 30 zo. Doe dan. 30. Zo. Alternatief. Hammer, ja. En dan. Alternatief doe je goed hoor. Ja? Kissing Frank goes wrong. Vito, dit is moeilijk, man. Camera change. Welkom bij Liam aan de camera. Dus, hier, aan een scheptip. Vanaf wel stages, we zijn Liam bij Jim, nu zijn op Liam wannabe. Hij wil die Liam zijn, maar hij is hem niet. Hij is hem niet op stage. Arthur. Ik ga niet zo breed worden, hè? Harder! Lekker! Huh? Dat is niet meer natuurlijk, snap je? Ik ook niet, maar... Dat is niet natuurlijk. Dat niet, nee. Dat inderdaad niet, nee. Deze 27.000 centimeter armen zijn wel net hier, of wat? Eén cycle. Eentje. Niet liegen. Ai! Ik ga anders filmen vanuit de kleedkamers. Zitten daar echt zo? Liam wil posen in de wc's, stel geen vragen. Maar wil andere dingen flexen dan alleen maar biceps. Liam heeft net de moon pose uitgevonden. Kijk, niet uitgevonden. Leg de moon pose uit. Kijk, wacht. Man heeft net de zuste pose in de hele body. Het is een pose die gebrand is omdat die een beetje te aanstootgevend was. De moon pose. Nu gaat mijn video gedemonetized worden gewoon door dit, man. Kijk. Huh? Huh? Half a glute spread things. Dit is eigenlijk gewoon een glute spread, hè?
Sorry, ik heb ook jongere kijkers, wist je dat? Nu gaat iedereen die post ja, zitten oefenen in zijn kamer. Ja. Ik heb ook jongere kijkers. Ik kan jezelf niet staan. Eerste wedstrijd, Huawei. Inside. Dames en heren, sessie is klaar. We zijn er geweest. Ja. Na lang wachten, een jaartje verschil tussen die vorige video en deze. Jullie zien het, consistentie is alles. Als je consistent blijft, consistent eet, traint, rust, alles. Huh? Dat je sowieso progressie maken. Blijf consistent. Resultaten komen sowieso als je consistent blijft. Als je na een maand niks ziet, wees geen bitch, doe door. Daarom. Mensen stoppen gelijk. Mensen kunnen niks meer volhouden tegenwoordig. Dat is echt zo, man. Buiten vapen. En drinken. Huh? Ja, man. Echt. Kijk, ik ga die outro doen, man. Nee, je moet iets motivation. Iedereen heeft op. Wees degene die niet op heeft. Degene die zijn boterhammen op heeft. Dat wil ik wel zeggen. Hé, hey, man. Nee. Shit's going too far, man. Ik ga op die kijk. No. Voor niet, die monetizing. Motivational. We zijn echt niet serieus te nemen, bro. Kies een onderwerp. Over deze winter. Kijk, boys, voor mannen. Hou serieus? Hou serieus of niet? Serieus? Voor mannen, de winter is soms moeilijk, snap je? En voor vrouwen misschien ook, maar. Snap je, hebt altijd wel die eenzame periode in de winter. Mental game, man. Donker en zo. Sowieso. In donker naar de gym gaan, in donker teruggaan. Dat is een eenzame game, man, maar. Dat is wel hoe je wint. Soms die gymsessies alleen zijn different. Hou die dingen vol. Kan soms moeilijk zijn. Praat met mensen. Praat met mensen. Als je een probleem hebt. Hoor je me lachen. Waarom is het altijd zoveel? Ja. Hou de winter vol in de zomer is een trophy, man. Daarom. Waar kan je iets zijn? Als het zinvol is, ja. Zoek jezelf een big booty gym girl. Maar ja. Nee, doe het alleen, man. Doe het alleen. Doe het alone. Als je alone step en iets hebt opgebouwd, weet ik veel wel op jezelf, dan heb je geen dame nodig. Gewoon even strijden alleen. Strijd voor, ja, weet ik veel. We hebben dat al gezegd, hè. Financieel vlak op, gym vlak op. Als jij, alles, man. Mental game. Als er een probleem is in je leven en je kunt dat niet oplossen, gaat dat ook niet opgelost worden door een dame. Veel mensen denken als ze een dame nemen dat die problemen, dat gaat opgevuld gaat worden. Dan moet je het surplus zijn. Snap je? Als je al goed bent op jezelf, dan is een dame surplus daarop. Dan voel je nog beter. Als je sowieso al slecht voelt op je eigen, moet je niet... Voilà. Die gevoelens blijven, maar gewoon met die dame, je gaat uit op die dame. Dus dan gaat die relatie niet gezond zijn. Dan vind je jezelf ook niet meer. Ja. We gaan jullie laten, man. Yes. Let's get it. Deze winter is van ons. We gaan jullie laten. Stay strong, man. Iedereen hou vol. Tot de volgende. Onze winter, jullie winter. Zalas iedereen. Peace out, guys. Gekste collab van België is net gebeurd. We gaan jullie laten. Part 2 coming. Part 2 sowieso. Ciao. Peace.
Marcos Nutrition, code... Pitor. Code Cobertin.